Maandagavond. Het is seizoen 2, aflevering 9 alweer van de NEC Update Live, de podcast. Waarbij wij vandaag gaan terugblikken op de wedstrijd van NAC Breda. We gaan praten met Iman Manduren over 125 jaar NEC. We gaan bellen met Dennis Gentenaar, we gaan bellen met Moesloe, we gaan bellen met Jeffrey Laiwa-Kabessi. Dat allemaal natuurlijk over het nieuws wat ons vanmiddag bereikte. En dat was het overlijden van Johan Neeskens op 73-jarige leeftijd. In de studio trouwens, Nick Rokers, Harald Bastiaans. En Iman, jij hangt ook. Ik hang, goedenavond. Goedenavond, jij hebt nog geen microfoon. Ik heb geluid. Jij hebt geluid. Hey Iwan, hoe is het? Ja, nou ja, ook wel een beetje geschrokken moet ik eerlijk zeggen. De Nees is niet zomaar iemand, hè? Nee, klopt. Daar wou ik net even iets over zeggen. Maar okay. mijn microfoon deed het nog niet. Ja. Nee, ik zal je vertellen. In 2000 hadden we net een nieuw stadion. Nou, Van Delft was zeg maar de man die dat geregeld had, dat stadion. Die heeft echt alles uit de kast gehaald om dat stadion te realiseren. Vervolgens werden wij van het lelijke eentje uit de Eredivisie werden wij gewoon een trotse. We werden steeds trotser. Het balkershirt wilden we eigenlijk terug hebben. Nou, dat kwam niet, want dat was niet mooi genoeg. Dus we kregen daarvoor een clowns shirt. En dat shirt dat was ook verzonnen door Van Delft. Maar wat hij ook gedaan heeft, en dat is natuurlijk gewoon geweldig, want heel Nederland stond te kijken, wat komt daar nou aan? We kregen een trainer, dat was Johan Neeskens in 2000. Ja. 4 jaar lang is het onze trainer geweest. Het was een icoon in het Nederlands voetbal. En sinds dat moment was ook iedereen in de media pro-NEC. Ongelooflijk. Ja, het was een bijzonder moment toen Neeskens hier naartoe kwam. Men geloofde het ook niet, hè? Nee, we wachten echt af bij de eerste training van komt hij wel of komt hij niet. En was het een 1 april grap, maar hij kwam wel. Vandaag werd bekend dat hij op 73-jarige leeftijd is overleden. We gaan er straks nog eventjes uitgebreid op terugblikken. En ook bellen dus met onder andere Dennis Gentenaar en Jeffrey Laiwa-Kabessi. Die onder hem natuurlijk gespeeld hebben. Dus ook veel in ieder geval verhalen van die tijd weten. En we hadden Moesloe. Moesloe gaan we natuurlijk ook nog doen. Maar ja... We gaan ook even naar de realiteit van dit weekend. Afgelopen zaterdag, nou, dat het een heet avondje in Breda ging worden, dat hadden we allemaal wel verwacht. Maar NEC wist niet te winnen van NAC Breda. Het verloor daar met 1-0 en dat ging zo. En daar gaat nu een nieuwe NAC NEC bijkomen als Robert González klaar staat voor de aftrap. Ja, uiteindelijk kreeg die bal niet helemaal lekker mee. Daar is... Dit is rood lijkt me voor het natrappen van Fernandes. Daar komt die vrije trap van NAC Breda en die is goed en die is erin. Robin Roes kansloos op de vrije trap van Dominik Janosek. Hij is schitterend, dat moet gezegd worden. Hij gaat binnenkant paal buiten bereik van de doelman van NEC. Die dan eventueel die bal in kan gaan pompen. NEC wil de bal ook wel niet meer voorgeven en dan is het terecht dat de scheidsrechter affluit. Dan kopt Bjelica de bal nog eventjes uit het doel. Waar hebben we nou naar zitten kijken? Heeft NEC echt volledig verdiend verloren hier van NAC, ook tegen 10 man. En mogen de mannen van Meijer zich echt in en in kapot gaan schamen. Hij zei volgens mij nog kapot gaan schamen. Dat was wat Dennis nog zei na aflopen van de wedstrijd. Ja, ik zei het ook volgens mij op X, waar hebben we een hemelsnaam naar zitten kijken? Ja, het was echt... Ik heb er bijna geen woorden voor. Nee, probeer toch eens. Nou ja, weet je... Het is moeilijk om een goede woorden te zoeken, maar ik ben zo teleurgesteld gewoon. Ja, echt gewoon teleurgesteld. Ik voel me echt weer zo'n 8-jarig kind wat dan naar een voetbal zit te kijken en denkt... Ja, wat is dit nou? Weet je, het was echt verschrikkelijk gewoon. Harald? Ja... PEC Zwolle thuis was ook zo'n wedstrijd. Mm-hmm. PEC Zwolle zat hoog druk bij ons. En dan kunnen wij niet voetballen. Dan heb je tegen Feyenoord, dan krijg je ruimte om te voetballen. Dan speel je gelijk. Tegen Heracles, die spelen met hoog druk naar voren. We kunnen niet winnen. En hetzelfde gebeurt nu weer. Wij zijn veel te traag achterin. Zelfs toen we met 10 van gingen spelen, kwamen er 2 aanvallers bij. En die hebben gewoon geen bal gehad. Maakt het toch gewoon zuur dat je van 10 man gewoon verliest, hè? Ja. Nee, maar los van die 10 man. Ik vind gewoon als je dan op een gegeven moment... pompt die bal wel naar voren, maar dat gebeurde niet. Ja, dat hoorde je ook in het stukje nog, het commentaar. Die laatste zinnen van Dennis, die somde het helemaal op. En ze wilden de bal op een gegeven moment gewoon niet meer naar voren spelen. Zo leek het wel. Ja. Ze waren maar aan het tikken. Flikken die bal de 16 in, man. Ja. Weet je, je hebt de Shield guy.
Dat wordt de nieuwe, wat is het? Hij kan in ieder geval hoog springen. Hij kan hoog springen. Dus hij zou hem misschien nog wel kunnen koppen. Ja, echt verschrikkelijk. Nee, het was heel erg slecht. Iwan, had jij deze start van NEC eigenlijk verwacht na afgelopen seizoen? Nou ja, zoals de luisteraars misschien wel, ik ben een Feyenoorder. Ik heb echt moeite om te kijken. Je kunt natuurlijk zo, jullie zaten ook op een roze wolk, hè? Dit is wel heel erg hard. Maar ik denk, als ik kijk naar NEC, weet je, ik geloof sowieso dat het goed komt. Dat is één, dat is het belangrijkste natuurlijk, want je kunt ook denken, dit kan niet meer goed komen. Maar ja, ik zie ook, vorig seizoen had je een Sherry die het openbrak. Je had daarvoor die Tanane. Je had die Zweet die in de zomer voor zoveel verkocht is, zeg maar. Ja. Dat waren jongens die in deze wedstrijd nog je gered hadden met een actie, zeg maar. Dus dat is ook iets wat me opvalt. En ik heb NEC tegen Feyenoord gezien. En laten we eerlijk zijn, Feyenoord heeft 26 wedstrijden niet verloren. Daar hadden ze moeten verliezen. Hè? Dat is een week geleden. Ja. Dus daarbij ook nog aantekenen. Ik heb de wedstrijden van NAC heb ik een paar gezien. Dat is echt een kut tegenstander. Of de Ajax, Feyenoord. Ja, dat is die hebben op het moment valt alles hun kant op, zeg maar. Ja. Ja. En ik hoorde, ik had dus iets, nou, daar gaan vanavond de uitzending in. Ik loop ook al 8 weken zo rond. Weet je wel, wat is dit? Waar is mijn Feyenoord gebleven? En ik heb het gevoel dat jullie ook het idee hebben van dat je ook van een roze wolk af aan het donderen bent. Even. Want vorig seizoen was het natuurlijk zo, als je die bekerfinale bekeek, los van het voetbal, hè, waar je gewoon ook had kunnen winnen. Maar ook de entourage, het publiek. Is NEC ooit op zo'n punt geweest? Op zo'n hoog en mooi punt? En nu dit. Ja, en eigenlijk gaan jullie zitten en je denkt, ja, tegen NAC, nou, puntje. Eigenlijk hebben we er 3 nodig, weet je wel. De start is zwaar geweest. Dus ik denk dat het daar ook een beetje zwaar... Jullie hebben ook een heel zwaar programma gehad in het begin, heb ik gezien. Klopt, toch? Ja, dus ik snap dat deze wedstrijd, dat je 2 jaar geleden had iedereen voor de poorten van de Goffert gestaan inmiddels. Maar dat het wel bikkelhard aankomt en dat je echt zoiets hebt van, hier heb ik geen zin in om... ik heb geen zin om naar dit NEC te kijken. Met moeite moesten we blijven zitten naar die wedstrijd. Dus jullie zijn ook een beetje verwend geraakt, net als ik. Dat je dacht, dit is altijd zo. We gaan lekker zitten, tiki-taki, en het komt wel goed. Of is dit te gemeen om te zeggen? Nou ja, weet je, het verval is gewoon te groot. Weet je? Ja, gigantisch. Je kaart het goed aan, vorige week tegen Feyenoord. Dat was gewoon een goede wedstrijd vanuit NEC's perspectief. Absoluut, en, ja. En dan zie je nu dit tegen NAC. Ja. Nee, maar heeft dat niet te maken met het feit dat wij gewoon... wij zijn gewoon veel te traag in de omschakeling. Maar zaterdag had denk ik ook van alles te maken met instelling gewoon. Los van weet ik zeker. Ja, maar goed, tegen Heracles hebben we thuis ook verloren. Ja, en ook daar zat het ook een stukje scherpte. Ik zeker. Maar heb je ook pech dat je die 1-0 snel tegenkrijgt? Want dan speel je nog gelijk een andere wedstrijd. Dat is allemaal wel zo. Ja, dat was toch die keeper toen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dus dat is 1 man. Dus het valt gewoon allemaal de verkeerde laten kant. Laten we ook eventjes luisteren wat de trainer Rogier Meijer eigenlijk na afloop zei. Van, ja, want het was gewoon echt een hele slechte pot. Ja, klopt. Ik bedoel, als je ziet wat we vandaag geleverd hebben. Het verschil tussen vorige week en vandaag is enorm groot. Jullie kregen echt absoluut geen grip op NAC in die eerste helft. Waar kwam dat door? Nou ja, er zijn meerdere dingen. Hè, maar uiteindelijk heeft het ook te maken denk ik, met instelling. En waren zij gewoon scherper en agressiever dan ons. Ja, dat heeft je ook in balbezit gebracht dat je elke keer heel snel kwijt bent. En dan moet je erachteraan. En dat hebben we niet kunnen draaien. Nee. Dat was het antwoord van Rogier Meijer. Hij zei ook nog inderdaad wel in een ander stukje van het heeft ook, ook de instelling was niet goed. En daar was hij voor verantwoordelijk, zei hij zelf ook wel eerlijk voor de camera. Want blijkbaar had hij ze niet scherp genoeg gekregen. Maar hoe kan dat, jongen? Dat is toch onzin? Ja, hoe kan dat? Dat je gewoon geen instelling hebt. Hij neemt gewoon verantwoording voor het feit dat het zo slecht was. Maar hij kan er toch niks aan doen als die 11 man op het veld niet doen? Nou, dat weet ik niet helemaal, Alt. Nou ja, je stuurt ze wel draai in. Je bent wel de hele week bezig met deze wedstrijd. En blijkbaar heb je ze dus niet zo scherp kunnen maken. Als je weet van we gaan naar NAC Breda. We hadden het in vrijdag nog de voorbeschouwing erover. Dat je zei ik weet hoe het daar kan spoken. Ik weet hoe dat is. En we zullen echt ons best moeten doen om het daar stil te krijgen.
Maar ja, goed, we doen nou net alsof NAC zo goed was. NAC was ook gewoon heel slecht. Nee, helemaal ja. niet. NAC is echt vechtploeg. Hè? Ja, ja. Precies. Als je daar niet onderuit kan voetballen, dan verlies je het gewoon. En dat is natuurlijk, als hij zegt, ligt de mentaliteit en de dingen. Dat is wel heel erg ernstig inderdaad. Ja, dat vind ik ook. Vind ik het goed, want het zal wel middenweg in zitten. Ik bedoel, NEC, dat Meijer die jongens niet goed genoeg weer scherp heeft gekregen. Dat die jongens zichzelf niet scherp houden. Er zit wel middenweg in zitten. Maar daarom is het wel goed dat het nu wel wordt gezegd. En dan geloof ik ook wel dat ze elkaar even in de poppetjes moeten gaan kijken. Dat ze even hard tegen elkaar moeten zijn, want dit kan niet langer. Nee, maar met die ambities die je hebt. Nee, maar als je die ambities die wij hebben en als je ziet wat Wilco gezegd heeft. We moeten meer voor onze seizoenkaart betalen, want we gaan ook meer investeren in spelers. Bla bla bla. En als ik dan nou kijk wat er staat en als ik kijk hoe het vorig jaar stond. Ja, dan is het gewoon echt heel verdrietig. Maar wat ik zo lastig vind, en dat hebben we ook eerder in de podcast besproken. Sorry? Stond het vorig jaar meteen dan? Weet je nou ja, we staan nou net zo slecht als het jaar. We staan slechter als het jaar met Hiballa toen we degradeerden. Nee, ja, maar vorig jaar begon toch ook zo als ik me dat. Ja, zo lang wel. Dat niet klopt zo lang. Maar niet inderdaad. Dat keerde wel snel op een gegeven moment. Oké. Ja. Laten we maar. Zullen we het gewoon niet meer over de wedstrijd van afgelopen zaterdag hebben, NAC? Want er zijn veel belangrijke dingen toch? Ja, denk ik wel. Ik denk dat we met het overlijden van Johan Neeskens een icoon in het Nederlands voetbal verloren hebben. Nou, dat weet ik wel zeker. En niet alleen het Nederlands voetbal, maar zeker ook heeft hij NEC op de kaart gezet met 4 jaar lang trainerschap. Nou, dan gaan we het gewoon daarover hebben. Dennis, goedenavond. Goedenavond. Hey Dennis, vanuit het buitenland. Ja. Ja, want we bellen, we zeiden, laten we even bellen, ook om natuurlijk Johan Neeskens, die vandaag is overleden. Hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, ik schrok wel eigenlijk. Hè. Ik werd geappt en dat hij overleden was. Ja, dan is altijd triest als iemand overlijdt en zeker ook als je iemand van dichtbij meegemaakt hebt. Ja, want jij hebt natuurlijk onder hem gespeeld toen hij trainer was bij NEC. Hoe was dat? Wat was dat voor man? Op zich rustig. Rustige man. Maar die ook wel op momenten als het niet echt ging zoals hij wilde, ook wel goed kon optreden. Voordat hij kwam en je hoorde de naam, dacht je van dit is een grap wat ze maken op de Goffert? Ja, toen de tijd wel, ja. En zeker ook als speler natuurlijk, gewoon een hele grote carrière gehad. En als die dan trainer wordt van ons NEC, maar dan ook nog van mij en van het team, dan is dat wel apart en een mooie ervaring. Dennis, goedenavond trouwens. Is dit een van je beste trainers die je hebt gehad? Voor mij. Ik heb natuurlijk een hoop trainers meegemaakt. Ja. En voor mij was het natuurlijk het begin dat ik eigenlijk ging spelen van 2000. En waar ik ook een hele goede fase natuurlijk heb gehad in mijn carrière. En waarin we met NEC ook. Natuurlijk ook door Johan Neeskens zelf veel meer uitstraling kregen naar buiten toe. En waarin we gewoon ook succes hebben gehad. Dennis, ik denk op dat moment ook voor NEC. Ja. Dennis, een vraagje. Ik kan me dat nog herinneren dat hij kwam. Hij kwam in 2000 en volgens mij kwam hij van Jong Oranje af. En nam hij ook een aantal spelers van Jong Oranje die enthousiasmeerden om bij NEC te komen voetballen. Dus we hadden op een gegeven moment best wel een team met veel spelers van Jong Oranje, toch? Ja, klopt ja. Klopt, ja. Volgens mij Recit Schuurman, Peter Wischhoff, Mike Zonneveld, denk ik. Ja. Patrick Ax volgens mij nog. Oh, ja. Er kwamen zeker wel wat jongens door hem naar NEC toe ook, ja. En Johan Neeskens is volgens mij ook de enige trainer geweest die ons op de vijfde plek neergezet heeft. Nou, zeker. Ja. Ja, nou hebben we het met jou toen de tijd ook over de keepers gehad. Hè? Jij zat in de podcast toen in ieder geval Sillissen wegging en we Stijn van Gassel kregen. Daar hebben we het daar ook over gehad. Nou heeft hij ook gekiept. Nou heeft Roefs gekiept. Nou gaat het bij ons alweer over. Hebben we een keepersprobleem? Nou ja, ik denk dat
dat de groep ook tijd nodig heeft. En het moment nu is natuurlijk ook niet heel gunstig om erin te komen als jonge keeper. Als het zeg maar niet zo draait zoals het zoals wij gehoopt hadden dat het zou draaien. Ik denk dat dat ook wat moeilijker maakt. Ja. En net twee wedstrijden waar natuurlijk keepers een rol spelen in de fouten, waardoor je geen punten haalt. Hè? Dat maakt het ook niet, ook het vertrouwen natuurlijk niet beter. Hè? Nee, natuurlijk niet. En het belangrijkste is natuurlijk als je een fout maakt, dat je jezelf weer je rug legt en dat je doorgaat. Mm-hmm. En blijf werken op de manier zoals je doet, of nog meer. Maar ja, je kan dan toch in zo'n fase komen dat het in je hoofd gaat zitten. Maar daar moet je juist voor waken dat het dat wegblijft bij je. Ja, Roef zei na afloop dat het zijn hoek was met die vrije trap. Was het een fout? Stond hij verkeerd? Nou, in eerste instantie stond hij goed. Ik denk zelf dat hij in positie misschien iets meer naar achter kan. Meer naar de lijn toe. En hij moet gewoon vertrouwen op de muur. Kijk, die hoek, die zet je neer om die hoek te kofferen. Dus ja, daar moet je ook op vertrouwen. En dan moet je niet net, al is het maar heel licht, een stapje maken naar vooruit of links. Iets meer naar links. Dan kom je al te laat aan die andere kant. Ja. Is het de tweede keer dat hij dat doet, hè? Ja. Dus ik denk dat daarin hij moet daar gewoon meer vertrouwen in hebben in de muur. En dat hij zelf zich meer richt op zichzelf, op de hoek waar hij staat. In ieder geval moet het komende wedstrijd er beter gaan. Dennis, mag ik jou even danken ook voor jou. Dat je eventjes natuurlijk op het overlijden van Johan Neeskens willen reageren. Wat is jouw mooiste herinnering die je hebt met Johan? Mijn mooiste herinnering? In herinnering is dat op de training dat het allemaal even niet liep zoals hij wilde. En dat hij toen een hesje aantrok en zelf even geweldig, kijk. En achter die bal aan begon te jagen zoals hij dat vroeger deed. Eindigend met een tackle. Ik weet niet meer op wie, maar wel iemand bad zie je. En toen werd iedereen tijdens die training in ieder geval weer wakker. En natuurlijk het behalen van de Europese voetbal, dat je daar samen... Dat was natuurlijk een super moment voor ons allemaal. En ja, dat was super. Zeker, ja. Mooi. Mooie herinneringen aan Johan Neeskens. Dennis, dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. En succes nog daar. Fijne uitzending. Doei. Wist je dit, Ivan? Ja, ik was als jong broekie, was ik toen, volgde ik NEC. En ik weet nog wel, voor mij was Neeskens een held. Dat was die, voor iedereen eigenlijk, zeg maar. Een bepaald type speler met een groot hart. En ik weet nog wel dat ik vond het best wel spannend. Weet je wel? En na de eerste wedstrijd, dan heb je zo'n mixzone onderin. En dan ga je even praten. En normaal praat je even met de... trainer. En hij zei, maar hij rookte als een bezeten. En ik had het geluk dat ik ook rookte toen. Dus dan gingen we altijd meteen naar de wedstrijd. Even snel ging die twee sigaretjes roken. Ging met hem mee. Alleen... Toen waren ze nog niet zo duur. Nee, toen waren ze ook nog niet zo duur. Hij kan het nu in Duitsland ook niet. Maar toen, maar hij rookte als een ketter. En ik weet ook dat hij uit het... in zijn privéleven had hij het ook heel erg zwaar gehad. Dat was voor hem ook een soort iets om terug te komen. Ja. Er zat heel veel, een hele goede vrouw had hij. Een Zwitserse, meen ik. Ja. Die me een beetje eruit had geholpen. Dus het was voor hem ook als mens was het een hele belangrijke periode. Ik kan me nog herinneren uit die tijd dat Ronnie Eggenhuizen... Dat was een jongen die zat, die was ziek geworden. Maar die mocht werken bij NEC bij het eerste team. Onder Johan Neeskens. Later is die ook weggemonsjoerd op een vervelende manier. Maar tijdens die periode van Johan Neeskens, dan was hij gewoon één van de groep. En tot de dag van vandaag weet ik dat hij gewoon contact had. Gewoon met normale mensen hier uit Nijmegen. Dat soort dingen, hè? Ja, dat is echt. Ja,
Wat ik ook wel grappig vond, ik heb toevallig... Hij zat ook in het haantje, zat hij heel erg graag. dat zegt ook al heel veel over trainen natuurlijk. Ja. Nou, we toch ook we hebben net Dennis gehad. Maar nog niet zo lang geleden trouwens, als ik eventjes kijk. Is het 20 jaar geleden. Want Moeslo, nu elftallen leider, die debuteerde op 1 oktober 2004 onder Neeskens. En we hebben nu Moeslo aan de lijn. Moeslo... Goedenavond. Goedenavond. Ja. Hey, Moeslo. Jij zag vandaag het berichtje misschien voorbij komen. En wat dacht je? Nou, voordat het op social media gedeeld werd, kreeg ik een appje van Wilco. En ik was onderweg vanuit Nijmegen richting Amersfoort. En ik moet zeggen, ik kreeg wel een brok in mijn keel, ja. Moet ik toegeven. Dus ik denk, ja, wat je zegt, 20 jaar en ja, 6 dagen geleden. Ja, dat klopt. Dat ik mijn debuut maakte. Ja. En dat blijft toch altijd wel speciaal. En dat was de trainer die het gunde. Wat? Dus ja, ik vond het kloot om het zomaar te lezen, ja. Ja, ja. Wat was het in jouw ogen voor een man? Wat was het voor een trainer? Ja, ik moet eerst teruggaan naar 2001, toen ik bij NEC terechtkwam. En ik wil dat wel even vertellen, want mijn vader is er ook al een tijdje niet meer. En die vertelde altijd over Johan Neeskens en Johan Cruijff. En ik zat toen daar in het spelerszoom bij NEC en wachtende op Ido Rocher. Die was toen hoofd jeugdopleidingen. En toen kwam Johan Neeskens ons vragen over wat we wilden drinken. En dat was zo bijzonder. En ik zag mijn vader zo naar hem kijken en ik dacht van, dit is niet normaal. En die zei meteen in het Turks, want mijn vader die sprak gebrekkig Nederlands, van dit zou je in Turkije nooit meemaken. Dat zo'n man, zo'n icoon, ons zou vragen over wat we willen drinken. Dus dat was echt, echt bijzonder. En ja, dan wordt het toch wel een beetje emotioneel ook als je daar aan terugdenkt. Hey, Moeslo, hij is in 2004 ontslagen. Ik heb een beetje lopen googelen. Wat ik heb gelezen is dat jullie daar ook niet heel blij mee waren. De spelers waren daar niet blij mee. Volgens mij was het naar de Graafschap uit. Ja, 3-2. De Graafschap uit en de manier waarop Johan toen is weggegaan, dat ging door merg en been, ook bij de spelers. Kan je daar nog boos op worden als je daarover nadenkt? Ja, ik was echt serieus. Ik kwam toen net te kijken en ik vond het allemaal zo... Ja, ik maakte mijn debuut en ik maakte zelf best wel een goede fase door als speler. Want ik speelde best wel goed, om het zo maar te zeggen. Dat moment dat wij toen aankwamen bij... volgens mij moesten we elders met de bus parkeren. Dat was ook al helemaal niet leuk. Dat was gewoon geen mooi moment. En dat is wat hij absoluut niet verdiende. Absoluut niet. Wat ik toch bijzonder vind, want ik ben tijdens het zoeken ook een fragment tegengekomen van Studio Voetbal, kort na zijn ontslag bij NEC. Hij was helemaal niet rancuneus. Hij was best wel netjes nog tegenover eigenlijk iedereen. Dat tekent denk ik wel ook de mens, Neeskens. Nou, ik vond echt, als trainer, het was mens. En hij heeft een bepaalde status verworven in het land, maar zo normaal gebleven. En ik heb hem natuurlijk in die jaren ook meegemaakt, want in de belofte mochten we heel vaak meetrainen met het eerste. En ik vond het zo jammer dat het maar een half jaar bleef dat ik onder hem mocht voetballen. Dus daar baalde ik wel heel erg van. Ja, ik vroeg net al, maar wat voor een soort trainer was hij eigenlijk? Nou ja, ik moet zeggen, hij was best wel rustig. En op het moment dat hij zijn stem moest verheffen, nou, dat kon hij dan heel goed. En wat mij echt bijbleef is, we moesten echt, dat is niet te vergelijken, nu wordt alles gemeten. En onze meting was in de Goppertpark, als er iemand overgaf, dat was onze meting. Ja. Toen keken we hem echt met puppyoogjes aan van alsjeblieft trainer, gooi die middagtraining eruit, zonder dat we iets zeiden. Maar dat was niet normaal. Het was gewoon een het was een hele lieve man, maar als het hard moest, was hij ook keihard en zoals het denk ik hoort. Maar op de training zelf vond ik, ik heb er gewoon fijn onder hem getraind en gespeeld. Was wat ik zeg, een hele fijne, lieve man. En daar waar het streng moest, liet hij ook wel merken. Ja, je kreeg een bericht in ieder geval vanuit de NEC, zei je vanmiddag, vanuit Wilco. Dit moet natuurlijk ook voor een hele hoop mensen binnen NEC, want er lopen natuurlijk wel mensen al heel lang rond en klap zijn. Ja, nou ja, jullie zeggen Ronnie natuurlijk, nog steeds bij. Alice en Truus, die natuurlijk de dames waren in het spelerszoom. Theo van Bentum.
Theo, ja, nou ja, Theo, inderdaad. Ja. Ik denk de oudere kern en die mensen die nog steeds werken, die alleen maar heel veel waardering verdienen ook, die kennen hem natuurlijk als geen ander. En ja, ik denk dat het bij hen ook wel behoorlijk pijn doet. Moeso, dankjewel dat je even wilde reageren in de uitzending. En misschien, ik weet niet of dat vandaag is gebeurd, Owets gewoon weer eens over het Goffelpark ze hebben laten rennen. Ik zal morgen even fluisteren bij de trainer. Misschien helpt het. Moeslo, dankjewel in ieder geval. Hey, fijne avond. Fijne avond. Ik heb dat ook meegemaakt, die hele periode. En echt ook wel bewust. Maar wat jij nou zegt, inderdaad, dat ontslag, Nick. Dat kwam inderdaad heel hard aan, ook bij de supporters. Zo was niemand daar blij mee. Nee, het feit dat het niet goed liep, gekoppeld aan Johan Neeskens, dat paste niet. Sommige mensen in het voetbal, iemand zei dat net ook al, sommige mensen in het voetbal zijn gewoon anders dan wat regulier is in het voetbal. En Johan was anders. Dat was gewoon een man die gewoon was. Ik kan me nog herinneren dat de pompstation wat nu weg is richting de Goffert, daar ging hij altijd tanken. Texaco was dat daar, ja. En dan ging hij naar die Texaco toe. En ik was daar toevallig ook met met tanken. En dan gaat hij gewoon een gesprek aan met zo'n verkoper die daar zit. En hij gaat een gesprek aan met mij. Hij zegt, wat voor je ervan, afgelopen wedstrijd. Ja, gewoon een heel normaal gesprek. Het is echt zo, man. Dat is echt... Ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zo'n icoon bij ons gezeten heeft. Jeffrey Leijmer-Kabessi, goedenavond. Hoe was dat toen jij dat hoorde dat Neeskens kwam? Wat dacht jij toen? Ik kende hem al vanuit het Nederlands elftal. Ik zat bij het Nederlands elftal en was hij mijn trainer al. Mm-hmm. Dus uiteindelijk dan denk je wel van, hij is in één keer trainer bij NEC. Zo'n grote voetbalheld die NEC binnen heeft gehaald. Ik dacht wel van, hoe hebben ze dat geflikt? En dan kijk je wel even je ogen uit, ja. Ja, of heb je hem stiekem tijdens je oranje periode gewoon een beetje lekker gemaakt voor om naar Nijmegen te komen? Ja, misschien heb ik toch wel iets rood, groen, zwart bloed bij hem naar binnen gedrongen. Dat hij dacht, deze avontuur moet ik aangaan. Ja, en het was een avontuur, een bijzonder avontuur. 4 seizoenen heb jij in ieder geval onder hem mogen spelen. 3,5 volgens mij, alles zo ongeveer. We hebben het straks ook al aan jouw collega's, aan Moeslo en aan Dennis gevraagd. Maar wat vond jij, wat was dat voor een man voor jou? Nou, ik vond hem een rustige man buiten het veld. En als je eenmaal aan het trainen bent of over het voetbal hebt, dan was wel iemand die echt gepassioneerd is van het voetbal. En zo staat hij bij mij een beetje bekend, zeg maar. Dus buiten het veld heel een rustige man en binnen het veld... verandert hij in één keer in een voetbaldier. Ja. Net als jij eigenlijk, een beetje niet lullen, maar poetsen figuur. Nou ja, ik kreeg vanmiddag ook van iemand anders die inderdaad hetzelfde vergelijken. Dus, ik kan me wel, hoe hij was, zeg maar, zo ben ik ook wel een beetje, ja. Dat klopt. Ja, mooi. Wat is iets, als je nou denkt van die periode, wat heeft hij jou geleerd als voetballer? Ja. Nou ja, hij is natuurlijk een bikkelharde middenvelder geweest. Hè, die niet schroomde voor een duel te spelen. En die dingen heb ik wel van hem meegekregen. Van hoe speel je een duel? Hoe ga je die aan? Maar uiteindelijk is dat ook wel een beetje mijn speelstijl geworden. Was het een trainer, Jeffrey, die ook wel van een dolletje hield? Want hij heeft natuurlijk die fratsen in de jaren 70 meegemaakt. Kon hij ook... wegkijken als jullie voor het op het trainingskamp een keer er tussenuit knepen? Volgens mij heeft hij wel eens jongens gezien in de uitgaanswereld. En dan heeft hij ook wel eens even weggekeken. Laat me raaien, natuurlijk... Pothuizen, Koning. Dat zullen wel de bekende namen zijn. Ja, Weschhof misschien ook nog. Ja, die zat er ook bij. Ja, misschien heb ik een bestie. Nee, ik was de brave. Nee, maar goed. Hij weet natuurlijk ook hoe voetballers kunnen zijn. Hij is dat zelf ook zo geweest. Dus ik denk wel dat hij af en toe door zijn vingers heeft laten glippen. Maar verder is, hij weet inderdaad hoe voetballers zijn. En soms zaten daar consequenties aan en soms ook niet. Goed, we zeiden het net al, ook bij Moeslo, we moeten hem in ieder geval, ik denk dat het sowieso nationaal gaat gebeuren dat we er bij stil gaan staan. Maar laten we dat bij de eerste thuiswedstrijd tegen Heerenveen zeker ook in de Goffert doen. Want
mooie tijden hebben we met hem meegemaakt, toch? Nou ja, hij heeft ons op de kaart gezet. Ja. Ik vind het echt. Hij heeft ons van het, samen met Van Delft en het nieuwe stadion ons van het lelijke eentje echt naar een club gebracht waar ontzag voor was. En dat is, ja, dat is gewoon geweldig. En dat ontzag, om dan even ook een beetje terug te gaan naar afgelopen weekend. Dat hadden we vorig seizoen ook een beetje opgebouwd zo. Ja. Niet zo groot misschien. En dan gaat het niet helemaal goed. Jeffrey, ik zag dat jij erbij was in Breda, toch? Ik was erbij, ja. Ja. Waar hebben we naar zitten kijken? Ja, niet naar een NEC die we graag willen zien. Wat er al veel wordt gezegd, misschien wat gaan veranderen. En dat zijn soms de zware, maar misschien ook wel de mooie tijden voor een trainer om te kijken van hoe gaat hij dat aanpakken. Ze hebben nu een interlandbreak. Misschien is dat wel heel even goed voor ze om uiteindelijk weer goed eruit te komen. Want de punten zijn natuurlijk wel hard nodig nu op de plek waar we staan. Nee, want ik hoor Bram Nuiting, de aanvoerder, al weken zeggen van dit zijn wij niet. We kunnen veel beter, we moeten veel beter. En elke week zitten we dan te kijken en lukt het niet veel beter? Nee, ja, en dan is het, volgens mij zei hij dat ook, dan moeten er wat woorden vallen en met elkaar daar in gesprek in gaan. En dan is het soms hard tegen hart misschien is dat even nodig. Alleen nogmaals, ja, dan moet je in het proces zitten van waar we nu in zitten om daar echt goed over mee te praten. Alleen ja, dat er wat moet gebeuren, dat hoeven we denk ik ook hier en zijn stadleden niet te vertellen, denk ik. We gaan het afwachten. In ieder geval, dank je dat je even in de uitzending wilde komen. Natuurlijk rondom het overlijden van Johan Neeskens. We spreken elkaar snel weer. Yo, hoi hoi. Dankjewel. We hebben heel veel mooie en we hebben ook minder mooie momenten natuurlijk meegemaakt met ons NEC. En daar kun je zomaar een boek over schrijven. Ja, want Iwan, jij gaat een boek schrijven over 125 jaar NEC. Ik ben eraan mee aan het beginnen. Alleen de eerste twee woorden weet ik al zeker. Oh, en die zijn? Voor Jaap. Okay. Ja, ik heb heel lang bij VI gewerkt, een kwart eeuw. En heel veel boeken geschreven over matchfixing, over onderzoeksjournalistiek. En toen ik stopte had ik zoiets van, ik ga nu alleen boeken schrijven die ik leuk vind of die ik wil. Ik heb er een van mijn zoon geschreven die op een gegeven moment wanhopig vroeg, waarom moet ik voor Feyenoord zijn? vraag. Ja, zijn hele klas die leert met NEC-shirtjes, zo is het hier tegenwoordig. Ja. En toen zei ik, wat kan ik dan doen? En zij schrijft er een boek over. Daarna heb ik een boek geschreven over Terschelling, waar ik heel graag kom. Dat was voor mijn beste vriend, die is overleden. En Jaap is, iedereen die NEC van wat langer geleden kent, weet wie Jaap is. De perstribune. Is naar hem vernoemd. Perstribunetje, ja. Is naar hem vernoemd. Ik heb altijd gedacht dat hij de onechte zoon van Hans van Delft was. Die twee schelden altijd. Ja. Zeg, frustreren, nuilen en doen. Maar ook Gouwe Hart. Hij was journalist van de Gelderlander. Die afkomstig was eigenlijk uit de harde kern van NEC. En toen ik bij de Gelderlander kwam, nam hij me eigenlijk onder zijn hoede. Dus mocht ik naar al die grote wedstrijden toe. En dan ging ik met hem mee. En ik kwam uit de Feyenoord tribunes. Dus we hadden een soort band van dat we eigenlijk allebei supporter waren. En dat veel meer zo bekeken als journalist. En hij heeft me op een gegeven moment ook zijn maat Johan Derksen getipt. Van ik heb hier een gek lopen, die moet je nemen. En dat was ik. Samen met Tom Knippingen al iemand anders die in de Gelderlander werkte. Ja. Ja, dus ik heb echt alles aan hem te danken. Want ik kon amper typen toen ik bij de Gelderlander kwam. En net zoals Johan Neeskens was hij ook een gozer. Hij was echt Nijmeegse dan Nijmeegse, want hij hield van NEC. En dat betekende dat hij daar 24 uur per dag over hem muilen was. Hij kwam niet uit Nijmegen. Dat wilde hij niet. Ja, dat nee, ik weet dat wel, hè? Ik hoor hem in zijn graf zich omdraaien. Nou. Nee, maar wij deden dat wel altijd zo heel tactvol. Als je dan weer de grote mond had, dan zeiden we dat wel. En hij had nog alles een grote mel en altijd roken. En, ja. Maar ja, opeens kreeg hij die klote ziekte en Jaap was ook aparte gozer, belde hem op een gegeven moment ook op. Hij zegt, Iwan, en ik had hem al een tijd niet gesproken, is, jij gaat op mijn begrafenis spreken. Ik zeg, maar je bent er nog helemaal niet dood, maar dat was, dat gaf ook wel aan, dat wist ik niet eens zo erg, want ik bewonderde hem heel erg als, gewoon als Jaap, als een journalist die gewoon zichzelf bleef en ook supporter bleef
En zijn grote liefde NEC altijd weer kant de pan in hakte. En altijd ruzie. Maar wel, wel fair. Wel oprecht. Op de man. Oprecht. En hij kon ook kritiek hebben. En hij is al een tijd dood, maar ik ben hem niet vergeten. En ik ben zelf helaas Feyenoorder. Dat is net zoals NEC. Dus, dat kost je ook heel veel chagrijnige zondagen en noem maar op. Maar dat verander je niet. Hè? Dus je bent, had ik met hem ook altijd, je kan van vrouw veranderen, van politieke kleur, van je kan verhuizen. Maar je club, dat blijft altijd dezelfde. Je kan niet zeggen, nou ben ik hetzelfde, ik ga naar een ander toe. Weet je wel? Je bent gewoon de lul. En zijn liefde voor NEC was eigenlijk, vond ik heel erg... ik kom uit, net zoals vele fans, las ik vroeger altijd al, ik spelde die VI uit, ik wist alle opstellingen. En dan was NEC, dat kwam uit Nijmegen, ik kom uit de Achterhoek. En er was altijd zo'n rubriek in de VI van, ja, moesten mensen op. Zeggen, lelijkste stadion, lelijkste clubkleuren. Ja, en dat was, nee, maar dat was zo raar om iemand, want je had drie dingen. Je had dan het beste boek was altijd van de ontvoering van Heineken bij alle voetballers. Maar het was altijd NEC, was lelijkste stadion. En lezershirt. Ja, en dat begon er echt te intrigeren. En iedere week sloeg je dingen op, zal toch niet meer. En ik dacht op een gegeven moment echt, dit hebben ze zo voorop gezet of zo afgesproken. En ja, de toeval wilde dat ik later in Nijmegen kwam studeren. Tenminste, studeren is een groot woord. Ik stond ingeschreven en belandde. Ja, precies. Het is veel te mooie stad Nijmegen. Het studeren is ook niet alles. En belandde ook bij NEC met een goalsbeugel in de hand. En had je zo'n... Ik weet nog, mijn eerste wedstrijd was NEC De Graafschap. En toen, twee minuten voor de wedstrijd begon, waren we er. En was het hek, die grote hekken waren dicht. Hè? We hebben een kwartier lopen zoeken naar iemand met de sleutel. En dan, ja, serieus waar. En dan zat je daar en dan had je je eigen goalsbeugels bij je. En dan zat je die wedstrijd te kijken in die wietwalm. En dan een kwartier voor de rust, dan rook je, dan ging de frituur aan op de, ergens achter de hoofdtribune. Ja. En daar kon je dan frikandellen halen. Ja. En dan zat je echt met 1000 mensen of zo. En nou, op een gegeven moment kreeg je die wedstrijd tegen Excelsior. Ze konden promoveren of niet degraderen. Ik weet het niet meer, met 20.000 mensen. Dat was een mooie wedstrijd. Mensen. Prachtig. Maar het bleef een aparte club. Het bleef een apart stadion. En ja, toen rolde ik dus de journalistiek in bij de Gelderlander. Dat deed Joost de Poel, deed toen NEC. Dat was de droombaan. Ja. Iedereen wilde dat wel. Maar nog steeds was NEC... ik ging ook wel mee, hoor. Soms naar het Gelderland-toernooi en zo. En naar uitwedstrijden. Maar daar waren dan 60 mensen mee. Die zongen wel voor 600, moet ik eerlijk zeggen. Bloden voor 6000. Eastside was dat. Dat is echt ongelooflijk. Maar zo ben ik opgegroeid met NEC. En de laatste... ik ben heel erg gericht op supporters altijd en op hoe de sfeer is in de stadion. En moet ik eerlijk zeggen, dat vond ik bij NEC altijd nuilen, altijd zeiken. Ja. En ik weet niet wat er de laatste 4, 5 jaar is gebeurd, maar vooral bij uitwedstrijden. Op een gegeven moment zat ik ergens in de wedstrijd waar NEC speelde, moest cijfers geven voor VI. En ik hoorde de hele wedstrijd die NEC-fans zingen. Ik denk, wat is hier aan de hand? En dat heeft zich de laatste jaren uitgebouwd tot iets wat ik fantastisch vind. Met als hoogtepunt die wedstrijd in de Kuip, waar wij gewoon werden weggezongen. NEC is... kijk, onder Neeskens was natuurlijk heel groot. Maar wat er in dat stadion gebeurt aan sfeer, vooral bij uitwedstrijden, dat is, er is iets echt geweldigs gaande, vind ik, in Nijmegen. En en dan bestaan ze 125 jaar. Hoe ga je... Ik onderbreek je, weet je. Ja. Niet omdat ik niet heel gefascineerd naar jou zit te luisteren. Want je hebt het over Jaap, voor Jaap. Nou, ja, Jaap was een van mijn beste vrienden. En ik heb met name ook zijn laatste periode heel intensief meegemaakt. Dus dat je daar nu mee begint met zo'n boek, dat vind ik prachtig. Dat is ook de enige reden eigenlijk. Ja, maar mijn vraag is, waar komt jouw informatie dan vandaan om zo'n boek te maken, 125 jaar NEC? Haal je dat dan uit die oude boeken, onder andere van Jaap? Nee, ik heb nou, weet je wat dat irritant is, die ben ik al kwijt. Die staat gelukkig nog in de bieb. Nee, ik heb ik woon in de Ooijen, in de Groene Landen, bij Nijmegen. En ken eigenlijk van Mario Been tot Leen Looijen, tot net Dennis, Remco Bicentini. Heel veel. Als ik op schoolplein sta, waar mijn zoon in Groesbeek eerst zat, dan staat daar Jantje Peters en Patrick Pothuis. Dan ben je aan het lullen. Hier is Fransje Jansen, komt altijd langs. Ook een van mijn helden. Het komt goed. Ja, nou, nee, maar daar sta je altijd te lullen. En er zijn er zoveel verhalen, zeg maar, dat je denkt van dit is echt... zijn gewoon geweldige verhalen. En dus ik had gedacht, ik maak iets van 125 verhalen als cadeau voor dat 125 jaar bestaan.
Maar ga jij nou 125 verhalen schrijven? Ja. Of 125 verhalen? Nou, ik zit nu al ademloos te luisteren. Moet je nagaan. Die verhalen kunnen ook van jullie komen. Hè? Want ik ken ook zoveel mensen die op een bepaalde manier wat NEC iets in hun leven heeft betekend. Kijk, het verhaal van Bonnie de Groot kent iedereen die bijna sterft, hè, in de Goffert, zeg maar. Ja. Maar er zijn zoveel, ja, of Remco Bicentini dan altijd als, voordat alle discussies waren over woke, die ging dan als een zwarte Sinterklaas, ging die altijd de spelersbus in. Nog steeds. Ja. Ik heb nieuws voor je, iemand nog steeds. Dat is hij nog steeds, ja? Dat doet hij nog steeds, ja. Ja, maar ook Hans van Delft, die me dan zo vaak, dan ging de telefoon of s'nachts om 2 uur en dacht je nee. Ja, en dan, jij maakt die hele club kapot. En dan de volgende dag. Maar de volgende dag was het ook weer San Rancune, ging het verder. En wat voor mij ook heel erg is, ik heb heel erg altijd nationale, heel veel onderzoeksjournalistiek gedaan. Maar ik woon hier en iedereen om me heen is, en dat heb ik hier in die 30, 40 jaar dat ik hier woon niet meegemaakt. Als ik hier op de dijk kijk, als NEC speelt, dan rijden ze in de shirtjes er naartoe. Mijn eigen zoon, en er staat echt, er was maar één ding in de opvoeding duidelijk, je wordt voor dezelfde club als je vader. Die vroeg in de zomer schoorvoetend, papa, ik weet dat je dit, ik mag alles zeggen toch? Ik zeg, ja, je mag alles zeggen. Ja, dat nieuwe blauwe shirt van NEC, hè, dat is, wij zijn toch vrienden met NEC? En als ik nou, dus die loopt hier verdorie ook rond in een lichtblauw NEC shirt. Heel goed, dus, heel goed. Ja, vind ik ook heel leuk. En ik zit bij al die amateurclubs hier met de training met hem. Ik zie gewoon, wat NEC is echt iets geworden van de hele regio. En daar heb ik echt nog nooit. Nou, daar hebben jullie, misschien merk je dat niet eens, omdat je er middenin zit. Jawel, zeker. Wat jij net benoemt. Ja. Die 4, 5 jaar dat je NEC nu volgt met uitwedstrijden, onder andere. Dat bespreken we eigenlijk wekelijks wel in die podcast. Want wat Legio Noviomagum doet met sfeeracties en met de doeken die ze meenemen. Het is echt ongekend. Het is echt geweldig. Mag ik jou een advies geven? Ja, mijn mond houden. Nee. Op zich ben jij journalist, dus jij mag dat. Maar ik zou, als ik jou was, ik zou eens duiken in de oude NEC-boekjes die gemaakt zijn door de HKN. En dan moet je maar eens even uit gaan pluizen. En daar zitten heel veel stukjes in van Jaap. Oh, geweldig. Zetten we er gewoon een paar van hem ertussen, waar hij de hele boel weer... En ik kan je nog wel, maar dat doen we buiten de uitzending om, kan ik je wel het advies geven waar je die kan halen. Oh, dat lijkt me geweldig. Ja, want ik heb echt alle hulp erbij nodig. De beste verhalen liggen altijd verstopt, zeg maar. Ja. Dus ik heb geen fractie van de kennis van sommige anderen. Maar ik weet wel zeker dat het een gaaf boek wordt. En waar ik zelf in ieder geval heel blij mee ben met die eerste twee woorden. En de rest moeten andere mensen wel veroordelen tegen die tijd, zeg maar. We kunnen niet wachten. Maar... Mensen die luisteren, en natuurlijk heel veel NEC'ers luisteren jullie, die een mooie anekdote. Maar er kan ook iets te zijn iets heel persoonlijks. Hè? Dat je een keer ergens met NEC'ers geweest bent. Of een anekdote van de Reeperbaan met Schele Daan, dat maakt me niet uit. Ik ben op Facebook gewoon te vinden. Dus als je gewoon een verhaal erin wil, wat jij zegt, dit verhaal vind ik echt belangrijk. Of daar heb ik mijn vrouw ontmoet, of weet ik wat. Kom maar naar me toe, want het is niet alleen verhalen met de 125 bekendste spelers en trainers. Het is gewoon verhalen over NEC. Ja, ik kan je nog wel helpen hoor, met wat mensen. Heel graag. Dat komt. Ja. Ik weet zeker dat het goed komt. En anders mogen mensen ook via ons de verhalen naar jou. Dat brengen we dan die kant op. En zoals Jaap zou zeggen, als het een enorm kutboek wordt, dat is hier een probleem. En zo is het. Dat is wel zo. Goed. Voordat we gaan afsluiten, moeten we ook nog wat vragen van luisteraars gaan beantwoorden. Want anders krijgen we daar weer commentaar op van. Vragen gestuurd, helemaal niet gedaan. Hup, NEC. Apenstaartje, hup, NEC. Wat moet er gebeuren in de achterhoede van NEC? Want dit werkt zo niet. Wil je een korte, puntig antwoord? Nou, volgens mij hebben we het al een paar keer toch benoemd. Ja, gewoon genoemd. Gaan wisselen nu. Ja. En ja, gewoon doen. En hoe die doet, doet hij het. Gewoon eens wat anders. Geef maar een signaal af. Ja. Nou gaan we er wel vanuit dat Sendler na de implant brengt natuurlijk wel weer terug. Dat hoop ik dan. Dat hopen we. Dat hopen we echt. Ja. En voor hoe lang? Ik smeek God op zijn mond met blote knieën dat hij terugkomt. Nou ja, goed. Weet je, die Marques op een gegeven moment ook. Hè, die probeert een bal weg te koppen. En die kopt hij op zijn eigen voeten. Ja, dat is goed, hè? Ja, ik vond het zo bijzonder. Ik denk, wat gebeurt hier? Dat kan toch niet? Antwoord hierop hebben we dus gegeven. Jerry Jansen, gaan we degraderen? Vraagteken. Ja.
Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Ik schrok al bijna. Wat zeg je nou toch weer? Weet je wat Jaap zou zeggen? Nou. Kutopmerking. Ja. En dat is het ook. Precies. Nee, natuurlijk gaan we niet tegen. Nee, daar maken we geen zorgen over. Iwan, nee. NEC hoort niet tot de degradatiekandidaten, denk je? Nee, absoluut niet. Jullie zijn de beste technisch directeur van Nederland. Je hebt een goede selectie. En er zijn er ook alleen de keeper die al weg is, scheelt al 4-5 punten. Ik zie bij Twente iemand schitteren die nu pas wordt gezien landelijk, wat jullie al lang wisten. Sherry die zie ik 2 keer scoren in Antwerpen. Het heeft gewoon even tijd nodig. En zoals Mario Been zei, alles komt goed. Kijk, goed. Haagse Nijmegenaar die zegt, gelukkig was dit startseizoen niet zo heel zwaar. Maar wat verwachten jullie van de loodzware programma wat er nu aankomt voor onze raspaardjes? En dan hebben we het over Heerenveen, Almere, Groningen en RKC. Ja, wij zeiden het tegen elkaar, hè? Heerenveen, het is eigenlijk, dat had een subtopper moeten zijn. Een wedstrijd in de subtop. Maar dat wordt nu eigenlijk een beetje een wedstrijdje aanhaken of afhaken. Gewoon voor de... Ja, weet je, het is heel moeilijk om een voorspelling te doen. Hè? Want ik had verwacht dat wij van NAC zouden winnen. Is er 1-4? Ja. Ik zei 1-4, ja. Maar goed, gewoon gebaseerd maar op... Maar deze wedstrijden nu, die op papier denken van oké, dat is makkelijk. Ja, maar dat makkelijk. Van NAC ook en van hier. Ja, maar moet deze serie gewoon... wordt wel heel erg belangrijk. Geen excuses meer. Je nee, maar moet deze nee. Enorme serie gewoon winnen en moet 9 punten. Goed. Jongens, zijn ze eigenlijk nummer 1 van Gelderland, lopen ze nog te zeiken. Ja, joh, zo zijn wij. Dat is ook heel makkelijk. Ja, nou, maar het is nooit goed. Het is nooit goed, nee. Dat waren de vragen. Dan zijn we er helemaal doorheen. Hebben we dat ook allemaal beantwoord. Iwan, mag ik jou danken dat jij vanavond ook te gast wilde zijn in de podcast? Ik vond het heel erg leuk. Dus behalve dan... het was toch een podcast met een rauw randje. Ja, zeker. Dat was... Ja, toen wij vanmiddag het nieuws kregen, moesten we ook alles omgooien. En, goed, dat is nou eenmaal zo. Dat is de actualiteit. En dan doen we dat ook gewoon. Want hij verdient ook dat eerbetoon gewoon. We praten graag nog een andere keer over het boek en over NEC als je weer een stukje verder bent. Heel graag. En Iwan, alle tips zijn welkom. Hey, bedankt mannen. Voor Jaap. Houd moed voor Jaapie. Yo. Dankjewel weer voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan kunnen we wel vooruitblikken op een wedstrijd. Want dan gaan we vooruitblikken op Heerenveen. Deze week voor de rest geen NEC-update in de YouTube en de TV-versie. Want we zijn vrij. Dus we kunnen ook eventjes lekker een weekendje iets anders gaan doen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.